Nou, we gaan de functies van de Vivo Active even doornemen. Ik heb hier de Garmin Connect app, zodat je hem volledig kunt verbinden. Kun je bijvoorbeeld zien dat ik zojuist een activiteit heb gedaan en nu ook bezig ben met een activiteit. Die zie je hier op de Vivo Active. Ik zal ze een beetje gaan inzoomen. Zo. Dan heb je twee knopjes op de Vivo Active. Links is feitelijk niet veel meer dan het aan- en uitzetten. En het verlichting aan- en uitzetten. Dit is aan, maar je ziet het waarschijnlijk nauwelijks. Want ik heb behoorlijk felle lampen opgericht, zodat je alles goed kunt zien. Rechts is eigenlijk de menuknop. Maar nu zijn we een run gestart. Dat heb ik even als voorbeeld aangezet. Want ik wil even direct laten zien. Je hartslag wordt dus weergegeven op de Garmin Vivo Active. En het mooie is dat gewoon iedere ant plus hartslagmeter is gewoon te connecten. Want ik heb nu gewoon een willekeurige ant plus hartslagmeter om. En die is dus gewoon te verbinden daarmee. Dus dat is mooi. Mijn hartslag is nu 60 en gemiddeld 71. En je kan tijdens een run hebben, want we zijn nu als het ware aan het hardlopen. Althans een beweging aan het doen. Die we aan het meten zijn. Van 3 minuten. Kun je gewoon zo erheen scrollen. Dus het heeft voor een fijne touchscreen. Werkt goed. Ik ga het ook testen hoe goed het is als je behoorlijk gezweet hebt of in de regen. Of het dan nog steeds zo goed werkt. Want het was bij de Garmin's de 16 bijvoorbeeld van 2 jaar geleden was dat een behoorlijk probleem. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu gaat. Dit is dus de start- en stopknop. Dus dit is stop. En vervolgens als je hem nog een keer indrukt, dan kun je zeggen save. Zo. En is hier aan het saven. Dan gaan we nu even synchroniseren. Of doet hij dat al? Rechtsboven op de telefoon. Dus overigens gewoon een Android telefoon. Maar ik kan ook met een iPhone connecten. Nou, dan zie je hier allerlei gegevens. Maar we laten eerst even deze naamloze activiteit zien. Die heb ik zojuist gedaan. Want het is dus gestart om 14.14 uur. En het is nu 14.18 uur. Dan zie je dat die het is. Hij is natuurlijk helemaal niet boeiend. Want ik heb geen afstand afgelegd. Maar je ziet hoe snel dat zeg maar connect. Het is helemaal niet moeilijk. En gemak is volgens mij een van de belangrijkste dingen bij zo'n activity tracker slash hartslagmeter slash smartwatch, waar je het ook onder wilt noemen. Nou even de algemene beelden. Links is dus gewoon het lampje, rechts is de menuknop als je wilt gaan sporten. Dus hardlopen, fietsen, zwemmen, golven, wandelen, telefoon zoeken. Dan zoekt hij dus je telefoon, dat is handig als je je telefoon kwijt bent. Het hartslag is connected, geeft u nu ook aan. Indoor trainen, indoor fietsen, indoor hardlopen. Historie en systeem, hier kun je alles instellen van hoe ziet het horloge eruit, wat voor sensors. We hebben dus ook een hartslagmeter met dit nummer aangesloten. En dan kun je gewoon een nieuwe toevoegen. Nadeel is van de Vivo Active dat je geen ANT plus vermogensmeter kunt aansluiten. Dus als je bijvoorbeeld een cycle ops fietsvermogensmeter hebt, kun je die niet aansluiten op de Vivo Active. Kan wel bijvoorbeeld op de Fenix 3. Bluetooth natuurlijk om de connectie met je telefoon te maken. Nou, mijn profiel. Kun je dus gewoon alles gewoon terugkijken. Alarm kun je instellen. Het is gewoon een alarm voor de toekomst. Maar je kan ook je slaap gaan meten. En daarvoor gebruik je ook de app erbij. Dus het is echt een combinatie steeds van de Vivo Active met de app. Echt een, ja, het is bijna een twee eenheid. En dat is fijn, want het is echt een mooi, super kleine horloge die je echt, ja, echt prettig draagt de hele dag door. Je ziet hier hoe dun hij is. En ja, dat is volgens mij wel een groot nadeel van veel active tracks. Die dragen niet fijn. Deze eerste indruk die draagt wel echt fijn. Nou, je kan het systeem hier gewoon helemaal instellen, maar dat is, in het begin is het al gedaan. Ja, het werkt eigenlijk allemaal redelijk simpel. Maar als je gewoon hier zit, en dit kun je ook wijzigen in een analoog scherm. Nu hebben we de datum en daar de seconde. Maar als je heel wilt gaan rennen, doe je eigenlijk maar twee dingen. Je zegt klik, hardlopen. Nee, sorry, drie dingen. En dan zeg je start en nu ga je hardlopen. Kan altijd, zo simpel is het. En dan kun je gewoon tijdens lopen gewoon door je schermen gaan. En je kan ook de datascreens gaan instellen. Zoals dat kan bij de meeste forerunners.
En ja, dan kun je gewoon zeggen van ik wil dat gaan wijzigen. Wat wil je erop hebben? Welke velden, afstand, de pace, de snelheid, de hartslag, cadans, temperatuur, elevation, other fields. Wat zijn die other fields? Calorieën, de heading, ik weet niet wat de heading is. Ga ik uitzoeken naar de laps. Sunrise, dat vind ik altijd super fijn. En ook sunset, als je natuurlijk s'avonds gaat sporten, wat ik vaak doe. Dan wil je zien hoe laat het donker wordt, ook al lopen met een lampje. Dan wil je weten hoe laat het een beetje donker is, vooral als ik ook op de fiets zit. The time of day. Misschien wil ik dat wel helemaal niet weten tijdens sport, want ik wil gewoon lekker sporten. Maar goed, dat is een beetje wat je kunt doen met de Vivo Active. Laten we nu de run zogenaamd beëindigen. En weer. Oh, sorry. Stop. En dan. Even kijken. Oh, kort. Sorry. We moeten kort drukken. Lang drukken om dit te zeggen. Van wat we dan nu gaan doen. Ik zit er een beetje onhandig voor. Ik wil hem even discharge, even weggooien. Dus. Nou gaat hij weg. Ik zal hem eventjes wat dichterbij houden. En als we gewoon teruggaan, dan zitten we gewoon hier. Dan kun je gewoon de scherm zo notifications van de Garmin Connect Mobile, kalender, de music control. Kun je dus gewoon muziek vooruitspoelen. Alleen hij is nu dus niet verbonden. Dat is een beetje jammer met de Bluetooth. Maar goed. Dit is wat je gewoon kunt doen met de Vivo Active. Mocht je nou een specifieke vraag hebben over een functionaliteit die ik nog niet behandeld heb, laat het gerust weten. Kortom, wat is het? Een hartslagmeter, activity tracker, smartwatch. Een mooi horloge, denk ik. Hij laat de notificaties zien op je horloge. Je kunt de muziek bedienen. Die is een beetje simpel. Je kan alleen een muziek stopzetten en vooruit spoelen. Maar voor de rest denk ik dat het gewoon een hele mooie aanvulling is voor alle smartwatches. En natuurlijk de verbinding met de telefoon is super. Nou, je connect hem dus met de app. Die gaat naar Garmin Connect en dan kun je dus alles ook jaren later nog gewoon terugkijken. En dat vind ik zelf heel handig. Nou, succes met de keuze. Mocht je deze video leuk vinden, wil je dan van mij op het duimpje klikken. Dan kunnen meer mensen deze video bekijken. Dankjewel en tot de volgende video.